Vandaag ga ik één dag terug naar school met Koen. Wat hij niet weet is dat ik van tevoren contact heb gehad met zijn broertje om zijn hele schooltijd uit te pluizen. Zo ziet hij Matties die hij al jaren niet gezien heeft. Gaan we voetballen in de kantine. En krijgt hij nogal een confronterende videoboodschap. Nou oké, nu heb ik alweer genoeg gezien. En morgen weer een gezeiking met die... Welkom bij Terug naar School, de serie waarin ik terug ga naar school met mensen die leuk zijn om mijn schoolcollectie te promoten. En vandaag ben ik met Koen. Lekker. Yo. Dit was een prima intro. Ja, echt goed. Dit is Koen. Je kan hem kennen van dit. Download nou kaasje. Of dit. Nee, ik hoef geen kartje. Maar vooral van dit. Machtsverheffing. Pardon? Machtsverheffing. Voor de mensen die het nog niet door hadden, ik heb mijn eigen schoolcollectie met Hema. Niet! Nee! What the fuck? Doe nou fucking rustig. Was je ook zo op school? Nee, ik was school was ik echt volledig kalm altijd. We zijn hier op het... ACL, het eerste christelijk lyceum. Heb jij je schoolspullen meegenomen? Nee. Nou, dat komt goed uit. Nee, maar hoezo? We gaan ze even uitzoeken. Oké. Okay. Welkom in het prachtige Jezus, oh mijn god. Waar de fuck? Zijn er Calvijnpennen? Ja. Je mag gewoon een beetje kijken, een beetje loeren en dan denken, ah, dit vind ik wel geestig. En dan mag je het in je tas proppen. Laten we beginnen met de tas. Ik zie maar drie tassen, maar jij zei vier. Nee. Is dit een grap die ik niet begrijp? Want oh, dat kan flaasjes niet. Ik snap ze niet. Dit zijn die dingen uit die ja, tijd. Cheese dippers, gast. Die hoef je niet uit te leggen. Die zijn maar, fucking lekker. Ga, ik weet hem niet wat ik mee heb, man. Maar dit sowieso niet. Wie krijgt er raak kindercola mee naar school? Is het lekker? Ik vind dit niet geweldig. Je moet het ook echt op doen vandaag. Een paar liga's. Ja, hier moeten we het op doen. Oké, oh, oké. Okay. Dit is natuurlijk wel echt de allerziekste. Ja, dat is jouw agenda. Nee, dat is een schrift. Is dit een schrift? Wat luxe. Die is voor mij. Ik neem mijn eigen mappie, want hij is iconisch. Dus als je dit nou ziet en denkt, ik heb nog een mappie nodig. Ja, koop jongen. Dankjewel. Oh, ik zie er wel één heel gaaf etui. Heb je gezien wat erin zit? Wil jij nog een pennetje? Nou, absoluut. Hij ligt echt lekker in de hand, hè? Zo! Oh, hij is best wel zwaar nog. Het voelt best wel als een soort van kwaliteit. Het is ook kwaliteit. Oh, dan heb je nog wat leuks. Ik bedoel, als je natuurlijk je schoolspullen hebt, wat heb je dan nog nodig om de dag door te komen? Een rooster. Ah, wat gaan we vandaag allemaal doen? We gaan terug in de historie van Koen op school. Geschiedenis, Duits. Ik was echt heel slecht in Duits. Daarom gaan we dat ook even doen. Kleine pauze, gym, economie. Daar was je wel goed. Ja, economie is... Oude zakenman. Dan hebben we even een tussenuurtje. Oh. Aan het eind, en dat is wel leuk, maken we dus een toets. Dat zijn een aantal vragen uit het examen wat jij als het goed is gehad hebt. Oké, leuk. Ik ga even kijken wie de gekker is, want ik heb Atheneum gedaan en jij hebt... Atheneum gedaan. Op zich is het a fair game. Dus we moeten nu naar geschiedenis 2. Geschiedenis! Welkom in geschiedenis. Ja, we gaan het vandaag niet hebben over de Gouden Eeuw. We gaan het niet hebben over de Tweede Wereldoorlog. Want het gaat over de geschiedenis van DNPNL. Dat was mijn rapport, hè? Huh? Na hard werken heb je het dan toch gehaald. Je kunt naar 4 VWO. Dit jaar, in de derde, had ik echt moeite, jongen. In maart stond ik 6 onvoldoende of zo. En toen het eind van het jaar, 0. Want ik ben blijven zitten? Legend. Nee, jongen. Doen we niet aan. We hebben hier nog een kleine tijdreis. Oh, Jezus Christus, hé. Kijk hoe koude jong ik ben. Jezus. Wie van hun spreek je nog? Hem spreek ik vaak. Hij is gewoon een goede mattie van me. Ja. En die heb ik al, ik denk, 6 jaar niet gezien. En wie zijn dit? Bastiaan en Luca. Maar die ben je gewoon uit het oog verloren? Nou ja, ik weet niet. Op een gegeven moment heb je gewoon iemand van tijd niet gezien. Lekker jongen, gaat niet met jou? Lekker. Nou, je bent niet gekrompen in de tussentijd. Godverdomme. Wat was Koen voor Joch op school? Ja, gewoon een goede jongen. Nou, het was een beetje net die periode dat Koen begon. En we gamen altijd met Koen samen. Dat deden we altijd na school. En toen zaten we in een clan, noemde je dat al vroeger. Yeah. Allemaal onder dezelfde soort naam game. Hoe heette die clan? Crack. 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 Ja, schitterend, ja. Dat is mooi. Gaan jullie nog even lekker herinneringen ophalen? Ja, wij gaan even lekker heerlijke herinneringen ophalen. Lekker. Maar de volgende les begint wel straks. Guten Tag. Ah, Deutsch. Guten Tag, wie geht's dir? Ja, ganz gut, danke schön. Nou, oude Duitsers zijn. Nee, ook. Een beetje oriënteren wat je kunt op Deutsch nog, ja? Oké. Okay. We gaan even die spullen pakken. Wacht, ik moet een S promoten. Oké, okay, dat is het eerste woord. Hotel. Hij kan Nederlands. En dan op Deutsch. Hotel. Ganz gut, ganz gut. Oké, okay, auto.
Auto. Auto. Fahrrad is een fiets. Gans goed! Hervorragend! Lekker! Ja, ja, ja. Goed bezig hoor. Foto. Foto. Ik heb geen flauw idee, of zou het ook foto zijn? Ah, dat is jouw opdracht. Afbeelddoen. Afbeelddoen. Dat is nog niet kan slecht. Kunt u studies maar verzoeken. Aber een ander woord voor foto. Aber natuurlijk. Ja. Fosseur. 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 Dat is vast richtig. Aber een tip. Denk mal aan die Nederlandse Sprache. Foto. Foto. Also. Oh. Ah. Is het dit? Ja, ganz gut. Und fast alle Wörter gut. Das habt ihr gut gemacht. Hij is wel echt positief. Ja, het is echt. We hebben twee woorden goed. Dat was exact hetzelfde als Nederland. We hebben natuurlijk ook Sprechfertigkeit. Also, wie heißt du? Mein Name ist Kuhn. Wunderbar. Mein Name ist Kelsen. Und wo wohnst du? Ich wohne in Amsterdam. In Amsterdam? In Amsterdam. Aha, wie alt bist du? Ich bin 22 Jahre alt. Wat zei je? 22? 23. 24. Hey, Boris, jongen! Hey. Lekker. Ja, alles slechtste Duitse leerling van de wereld. Wel, en wij kennen elkaar al sinds de basisschool. Ja, leuk dat je er bent. En wij hebben de basisschool. Hey, wacht even hoor. Bedankt meneer! Dankje! Oh. Het is pauze! Het lekker, leukste man. Uurtje van de dag! Daar staat een rat, laten we er naartoe lopen. Ja, nee, daar staat een rat. Leuk. Het okay. is pauze en tijdens de pauze wordt er natuurlijk verwacht dat je een broodje eet. Maar wij doen het vandaag even anders. Ga jij lekker draaien? Ik ga even lekker draaien. Hier, scheef me sweepen. Ja. Oranje. Voetbal! Je mag hem hebben, je mag hem hebben. Okay. Tijd voor de trickshot. Degene die het als eerste fixt, die mag kontje knal doen bij de ander. Jij mag eerst. Oh, ik mag eerst. Ik ga kijken. Weet je, jank hem in één keer in, hè? Oh! Als hij terugstuit, dan mag hij... En dan gaat er dan in, dan telt hij ook, hè? Ja, 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 ja. Succes daarmee. Nou, oeh, een zachtballetje. Ja, een zachtballetje, ja. Jezus! Naast. Hop! Jammer. Jezus. Ja! Oh! Oh! Oeh. Hey, kunnen we anders niet gewoon hier neerzetten, zeg maar niet op het podium? Hier. Kijk, let op. Hop! Hey. Ah, jammer. Yes! Wat een goal! Boom! Heerlijk zeg! Die angst, heerlijk! Ai, ai, ai! No! Oh, ik jank je door het plafond eruit. Oh, die tintelt! Ja, dat is wel netjes. Box out. Hey, dit vond ik wel een leuke challenge. Vind ik ook. Gimme! Oh, Jezus Christus. Oh. Tering. Boys. Hallo. Hey, goedemorgen. Kom erbij. Nou, dit is mijn oude gymdocent. Oh nee. Jullie mogen plaatsnemen op de bank, net als vroeger. Zo, we gaan meteen aan het werk. Ja, tuurlijk. We gaan het oudste spelletje van de gym spelen, dat is natuurlijk. Apenkooien. Tikkertje. Ja, goed. We gaan tikkertje spelen. Ik moet Koen aantikken. Klaar voor? What the? Kom dan, hè? Kom dan, hè? Tering dan. Hoppa! Toch een hele 6 seconden en 47 honderdste. Tja! Koud! Yes! Ja! Kut! 8 seconden en 3700. Zo, ging vroeger toch wat soepelen. Ik blijf een dikke kwijt op jou, hoor. Zo. 6 seconden en 89. Ja, hoe kan dat nou? Dit was al veel langer dan de vorige keer. Ja, ik ben hier niet scheidsrechter. Wat is een goede tactiek? Ho, ho, gaan we dan lopen helpen ook? Hoppa! Let's go, baby! Tik me lekker aan. Volgens mij hebben we een winnaar, jongens. Goed gespeeld, jongen. Ja, Lekkere tikken van me. Hallo, mevrouw. Hallo! De oude docent.
Ook niet waar. Nee. Nee. Oh, ik heb echt een hele zware ingewikkelde les voor jullie neergelegd. Nou, dat komt goed uit, want jij was hartstikke goed in economie. Ja, economie was wel een van mijn beste vakken. Ja, bij economie hebben we altijd een vraag- en aanbodcurve. Uh-huh. En wat zetten we dan op de ene as en wat op de andere as? Waarde, euro, geld. Ja, euro. Prijs staat hier. Tijd, meestal prijs. Zit dit de hoeveelheid. En hoeveelheid. Oh ja. Natuurlijk, PQ. En dan zat deze, die zit dan precies op de helft. Dan was dit de GO-functie en dit is de MO-functie. Eén extra, dat was de marginale opbrengst. Voor elke ene extra, hoeveel je daaraan? Ja, want die heeft natuurlijk geen vaste kosten. En wat is dan de maximale winst van deze mannetje? Ja, hij snijdt hem daar. Precies daar. MO is MK, dus waar hij daar snijdt. Omzet. Leg even uit, waar kijken we naar? Want het begint een beetje te dansvermogen. Dit is het aanbod zonder accijns. Dit is het aanbod met accijns. En de vraag is, hoeveel procent gaat er verloren? Hoeveel wordt er minder gevangen? Ja. Yes! Ik heb hem! Hoeveel is de accijns? Dat is een Q. Vraag en aanbod. Dus die wordt plus 1. Yes. Min 33,5% denk ik. Ik weet het zeker. Ja, maar kijk, joh. Economie master. Oh, lekker zeg. Tussenuurtje. Ik heb wat lekkers meegenomen. Ja, dit is mijn jeugd. Ja, zo gezond was je vroeger niet hoor, sugar free. En lekkere donuts. Nou, hey. Proost. Hey, santé hè. Middelbare school. Werd er een beetje getonkt. Ja, ik heb één vriendin gehad. Dat was niet het loyaalste. Nee, je had op een gegeven moment getonkt met een vriend van me. Dus die heb ik sindsdien niet meer gesproken? Nou, we hebben Katinka even gevraagd of ze wilde komen. Daar zat er geen zin in. Maar was er nog iemand anders waar jij of mee was of wel een beetje vriend van was? Misschien iemand waar je vaak mee in de koning hebt gestaan. Emma bedoel je? Ja, maar die ken ik eigenlijk pas na school. Jij wilde wel met Hamerzout jou gewoon in de friendzone zetten. Nee man, nee. Flikker op. Nee, dat was zijn eigen schuld dat hij in de friendzone zat. Luister, helemaal, deze helemaal niks voor friendzone doen. Nee, ze had ook geen zin om te komen, maar ze heeft wel een filmpje gemaakt. Nou. Hey Koen, welkom terug op het ECL. Ik vind het heel jammer dat ik er niet bij kan zijn, maar ik ga zo op vakantie, dus ik moet zo naar het vliegveld. Wij hebben het op het ECL natuurlijk super veel gehad over voetbal en Ajax en Feyenoord. Nou, dit wijf liegt. Pardon? Hij liegt. Hoezo? Nou, ik heb haar nooit gesproken op school. Hè? Ja, ik leer haar pas na school, zeg maar, in het examenperiode kennen. Dus zij liegt. Maar ik denk, zeg het even. Ja. Inmiddels heeft zelfs Berghuis het dicht gezien, dus ik denk dat het tijd wordt dat jij ook je keuzes maar gaat heroverwegen. Nou, oké, nu heb ik alweer genoeg gezien. Mooi gewoon een gezeiking met die fucking Berghuis, jongen. Ja, maar die, nee, flikker op man. Ik word overal word ik met die tering berghuizen naar mijn hoofd geslingerd. Ik ben helemaal klaar met dat gezeik. Nou, wel leuk filmpje, dankjewel. Je hebt er niet eens over. Nee, maar ik wil het ook niet meer horen, want het gaat er sowieso daarover. Ik heb helemaal geen zin in. Nou, ik bedenk me nu, ik heb natuurlijk allemaal lekkernijen in me. Mmm. Hé, hey, man, papieren rietjes, ouwe. What the fuck? Nou, kijk, dit is toch ongelooflijk. Wat een poep teringzooi. Tijd voor de climax van vandaag. Ik heb stress, man. Dit zijn een paar vragen uit het eindexamen wat jij ooit gemaakt hebt. Ja, echt leuk. We krijgen 20 minuten om dit te maken. Oké, dat is niet lang. Dus ik zou zeggen, veel succes. Oké. Examencommissies. Ah. Iedereen gaat even netjes nakijken. Ja. Ging het goed? Ik moet zeggen, ik heb bij geschiedenis wel tijd verloren. En een Duits ben ik niet toegekomen. Ik ook niet. Dus ik verwacht geen 10, want dat kan niet. We hebben niet alles ingevuld. De resultaten zijn binnen. Begin maar met mijn cijfer. 5,4. Wat is dit? Wat is dit voor gezeik? Wat is dit nou weer? Big L, ouwe. Flikker om, man. Ga lekker. Hey, ik zeg even. Hallo, ik zei je Big Bar. Straks heb jij een 3, hè? Nou ja, flikker. Ik heb sowieso 8 of zo. Kom maar, cijfertje. 6. Hoppa, tuurlijk! Ja, oh god. Bam! Ik zit vast in mijn eigen zender. Yes! Bam! Bedankt voor het kijken. Mocht je nou denken, ik heb nog schoolspullen nodig, haal ze dan even bij de HEMA. Tot volgende keer. Dankjewel, Koen. Hé, man, ik kan nog steeds, man. Dikke vette 6, man. Kom, man. Was een feest. Ik heb een onvoldoende. Kut! Even een gekke werkauto. 3, 2, 1.